Het is vandaag maandag 2 juli, de dag waarop Michael Boogerd in 2006 110e werd in de Tour-etappe Straatsburg-Straatsburg. Welkom bij de ochtendetappe. Terwijl de Oekraïners nog steeds op weg proberen te komen naar Parijs of Londen, hebben de technici ook een probleem. De ochtendetappe vanuit Vizé zal op zich laten wachten en u zult dit met het reguliere sportjournaal moeten doen. Peter Sagan heeft zijn verwachte overwinning in Serang gewonnen. Hij versloeg Fabian Cancellara op de slotklim. Edvald Boasson Hagen werd derde, net voor de terugkomende Philip Gilbert en Bauke Mollema. Robert Geesink eindigde als zevende. Er finishten 47 renners in dezelfde tijd, met naast Geesink en Mollema ook Wout Pools, Pieter Wening en Koen de Kort. Leeuwen-Westra verloor 17 seconden, Rob Ruig 21 en Steven Kruiswijk 23 seconden. Luis Sanchez zal straks gewoon van start gaan. De Rabobank-renner kwam gisteren ten val en had veel last van zijn pols. Na uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis bleek dat er niks gebroken was. Ze juicht het nog een beetje onhandig, Marijn de Vries, maar het waaide ook echt te bielhard. Vanaf nu is Zweverum een van haar favoriete Belgische plaatsen. Er waren 50 rensters aan de start, een aantal UCI-ploegen goed vertegenwoordigd en Marijn de Vries in haar eentje voor aadrinkleontien.nl. Al snel was er een groepje van 3 voorop. Het peloton wilde niet rijden tot Marijn zelf ze ging opjutten en zo reden ze het gat dicht. Ze smeet behoorlijk met haar energie en reed daarna met een groepje weg. Er sloot nog een groepje aan en zo reden de dames met z'n 13e om de winst. In de laatste ronde demareerden ze met een deuntje in haar hoofd van olé olé meora kipsaté. Niemand kon volgen, kat in het bakkie. Marijn de Vries won met overtuiging de grote prijs Bolderhof. Na de proloog en de eerste rit in lijn in België wordt ook de tweede etappe volledig in België gereden. We rijden westwaarts richting Tournai, of in het Nederlands gezegd Doornik. Het lijkt met het vlakke profiel een rit voor de sprinters. Er wordt gestart zometeen in Vizé, de enige Franstalige gemeente in België die grenst aan Nederland. Aankomstplaats Tournai ligt op 20 kilometer van de Vlaamse grens in de provincie Henegouwen. Het parcours tussen Vizé en Tournai is over het algemeen vlak. Er ligt onderweg slechts 1 bergje van de 4e categorie. Het is wel een bekende, want elk jaar komt op de citadel van Namen de Grand Prix Wallonië aan. Vorig jaar won hier Philip Gilbert. De citadel is 2,1 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,5% en een piek erin van 7,5%. De etappe is veel meer een etappe voor sprinters dan na Serang. Dus laat maar Cavendish de grote favoriet zijn. In zijn voorbereiding kon hij geen etappe winnen in de Ster Zetteland Tour, maar hij zal er op de sprint staan. In Nederland konden we 2 grote concurrenten wel winnen, Marcel Kittel en André Greipel. Kunnen ze wereldkampioen in deze grote ronde van Frankrijk de loef afsteken? We zullen het zien. Verder is het ook nog de vraag waar iedereen staat in het begin van de Tour. Wat kunnen oude rot als Alessandro Petacchi en Oscar Freire? Kan Rabobank-renner Mark Renshaw zijn mannetje staan tussen de grote kanonnen? En wat doet Vacansoleil DCM-duo Chris Boekmans en Kenny van Hummel? Tegen het einde van de middag zullen we het weten. Ik wens u vanuit Hilversum, ook namens Mastodont en zijn team, een prettige toerdag. That's it for this, that's so...